Welkom bij Wetenschap 101. Het is oktober, maand van de geschiedenis, en het thema is dit jaar arm en rijk. En ook voor de wetenschapsgeschiedenis is dat belangrijk. Neem bijvoorbeeld Christiaan Huygens, een beroemd onderzoeker op het terrein van de sterrenkunde, de wiskunde en de techniek uit de 17e eeuw, de tijd dat de moderne wetenschap begon te ontstaan. Hij was de uitvinder van het slingeruurwerk en hij was de man die concludeerde dat Saturnus platte ringen had. En hij was ook de zoon van Constantijn Huygens, een hoge beambte, een componist, een dichter en een rijk man die leren belangrijk vond. Zijn kinderen kregen les van privédocenten die de ontwikkeling van Christiaan flink stimuleerden. Een leeftijdgenoot van Christiaan, Robert Boyle, had een stinkend rijke vader. Hij ging vanaf zijn 8e naar de prestigieuze kostschool Eton en als tiener reisde hij over het continent met alweer een privédocent. Dat deden rijke jonge mannen in die tijd om zich verder te vormen. Boyle groeide uit tot een van de belangrijkste pleitbezorgers van experiment in het natuuronderzoek. En hij wordt ook wel de vader van de scheikunde genoemd. Nou, niet alle onderzoekers waren zo rijk als Huygens en Boyle. Maar de rijkaards waren wel ver oververtegenwoordigd. Wetenschap was heel lang vooral een activiteit van de bovenlaag. En tegenwoordig vinden we dat alleen talent en inzet criteria mogen zijn voor toegang tot de geleerde wereld. Maar in de tijd van Huygens en Boyle was het heel gewoon dat afkomst zwaar meetelde. Stel je eens voor hoeveel talent er verloren is gegaan onder de arme sloebers.